Hallo iedereen, welkom op onze school RAS, de Regina Assumpta School in Anderlecht. Met deze presentatie willen we je welkom heten in het nieuwe schooljaar. Ik maak graag een aantal praktische afspraken. De school start om 8.45 uur en is gedaan om 15.20 uur. De poort sluit om 8.45 uur. Als je te laat komt, dan moet je aan de poort wachten tot 9 uur. Daarna komen alle laatkomers tezamen naar binnen. We doen dat zodat de dag goed kan starten in de klas. Natuurlijk hopen we dat je op tijd komt. Afwezig. Ben je er een keertje niet omdat je ziek bent, dan bel je de school voor 9 uur op. Alle andere afspraken die staan in het schoolreglement. Je ontvangt het schoolreglement nog per mail. Daarna geef je je goedkeuring aan ons af. Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen. Vanaf dit schooljaar werken alle katholieke scholen in Vlaanderen en Brussel met het Ziel-leerplan. Dat is het leerplan Zin in leven, Zin in leren. Wij waren hier al mee gestart en gaan hiermee verder. Wil je graag meer weten over ons leerplan? Dan kan je naar ons filmpje kijken, ZIL, op ons YouTube-kanaal. Een andere belangrijke wijziging is wij gaan werken met een nieuw rapport. Dat heet het Groeirapport. Meer info over dat rapport komt binnenkort in een filmpje op het kanaal. Nog een andere belangrijke wijziging. De leerplicht is nu vanaf vijf jaar. Dat wil zeggen dat wanneer je kind vijf wordt, het leerplichtig is. Dan moet het minimum 290 halve dagen aanwezig zijn op school. Wie is wie op onze school? Op het secretariaat werkt Anne. In de opvang werken Anne en ik. Halima en Sakina. Voor het onderhoud van de school zorgen Halima en Sakina. De directie van de school zijn Carla, Grietje en Noor. Voor het ICT-materiaal Herman, zorgt Herman. In de kleuterschool, in de eerste kleuterklas, heb je verschillende juffen: Juf Silke, Ginia, Goedele, Paulien, Leen en Carina. In de tweede kleuterklas werken drie juffen samen. Juf Lien, Melissa en Annelies. In de derde kleuterklas werken vier juffen samen. Marissa, Dana, Sherin en Gerlinde. Er worden ook muzische ateliers gegeven voor de kleuters door juf Sherin en Kirsten. In de lagere school, in het eerste leerjaar staan juf Leslie, Dorien en Els. In het tweede leerjaar staan juf Jolien, Jolien en Els. In het derde leerjaar starten we met juf Natascha, Kirsten en meester Kaliet. En in oktober komt juf Daphne terug. Zij is nu nog eventjes thuis nadat zij opnieuw mama is geworden. In het vierde leerjaar staan juf Lisbeth, Elke en meester Jo. In het vijfde leerjaar staan juf Nele... Evi en Marijke. In het zesde leerjaar staan Juf Carolien, Nienke en Marijke. En wij hebben ook turnen op school en dat wordt gegeven door meester Kalitz en Juf Marijke. De schoolkalender voor dit schooljaar heb je normaal gezien al ontvangen via mail. Daar staan een aantal belangrijke data op. Bijvoorbeeld. Vanaf 7 september gaan de infomomenten per klas door. Die gaan telkens door om 4 uur in de klas van je leerling of in de rifter. Het infomoment voor 1KK, de eerste kleuterklas, gaat door op 7 september om 4 uur. Voor de tweede kleuterklas op 8 september om 4 uur. Voor de derde kleuterklas op 10 september om 4 uur. En zo verder. Op dat moment ontmoet je ook nog een keertje de juf of meester van de klas. Krijg je de kans om vragen te stellen over de klas en over de school. Je ziet ook staan op 23 september dat er een oudercafé is. Tijdens het oudercafé kun je gezellig een kopje koffie of thee drinken en ontmoet je andere ouders. Op 25 september. Is ons eerste voorleesmoment. Dan mogen ouders op school in de klas van hun kind komen voorlezen in hun thuisstaal. Meer informatie krijg je daar nog over. Je ziet ook staan dat op 14 oktober de eerste conversatietafel doorgaat. Dan komen we samen met verschillende ouders en oefenen we het Nederlands. Wil je graag meer informatie over de klaswerking, dan kan je kijken naar onze filmpjes op het YouTube-kanaal. Belangrijk is ook ons SmartSchool-account. Daarvoor ga je naar ras.smartschool.be. Je vult de voornaam in van jouw kind, bijvoorbeeld Sarah, met de eerste letter van de familienaam, bijvoorbeeld een Il, in een hoofdletter. Daarna voer je het wachtwoord in, ofwel is dat jouw oude wachtwoord van vorig schooljaar, ofwel is dat Regina 123. Het is belangrijk om je aan te melden op Smart School. We gebruiken Smart School om jullie op de hoogte te brengen van dingetjes op school, maar het wordt ook gebruikt door de leerkracht om jullie op de hoogte te brengen en het wordt ook gebruikt voor huiswerk in de lagere school. Dus zeker controleren of het werkt. Heb je vragen? Dan kan je ons altijd bellen of mailen. Heb je een vraag over betalingen of facturen? Dan mag je een afspraak maken met Anne. Zo. We wensen jullie alvast een heel fijn en heel leerrijk schooljaar hier op onze school. Tot heel binnenkort. dash